moeten herhalen, maar deze keer wel met absolute zekerheid dat ze correct zijn, omdat die van de studiedienst van het ABGV komen. Maar goed, dit geheel terzijde, even zeggen dat wij minder dan één jaar geleden in België met het ABVV, Socialistische Vakbond, er zijn twee grote vakorganisaties, zoals jullie weten, de Christelijke Vakbond en mijn vakorganisatie, Socialistische Vakbond, bijna een jaar geleden, minder dan een jaar geleden, een nationale 24-uur-staking hebben georganiseerd om meer koopkracht voor de gezinnen en de werknemers te eisen. Hè. Het is bijna ondenkbaar op dit moment dat we in de internationale crisis zitten en dat inderdaad wordt opgeroepen om met z'n allen verantwoordelijk te zijn en dus betekent dat met z'n allen en vooral als werknemers in te leven, dat je iets minder dan een jaar geleden zat in een nationale beweging, een nationale 24-uur-staking die meer koopkracht eist voor de gezinnen, omdat er op dat moment een zeer hoge inflatie was, zoals jullie wel weten, dus stijging van prijzen, vooral van de energie- en de voedselprijzen. Ik vertel dat verhaal omdat we op dat moment, en ik hoor van Peter, ook op dit moment in grote mate dezelfde eisen hadden als de Partij van de Arbeid. Ik denk dat onze nationale leiding nog niet is doorgedrongen, maar goed. Bijna gelijklopende eisen als de Partij van de Arbeid. Met name het verlagen van de BTW op energieproducten van 21% naar 6%. Hè. Dat ging dan over aardgas, elektriciteit en dergelijke meer, waar vooral multinationale ondernemingen bijzonder veel centen aan verdienen, omdat ze toch in een vrije markteconomie een quasi-monopolie hebben. En een belastinghervorming die ten goede kwam aan de lage en middeninkomens. De twee maatregelen samen zouden op dat moment, dus één jaar geleden, ongeveer tussen de 4 en de 5 miljard euro kosten aan de Belgische overheid. Zo becijferde het toen de studiedienst van het ABVV. En op dat moment begonnen we zelfs aan zelfcensuur te doen, omdat 4 à 5 miljard euro op een overheidsbegroting toch van zo'n fenomenaal astronomische grootte was, dat je zelfs als Socialistische Vakbond toch wel moest opletten om nog een beetje realistisch te blijven. Hè. Dus men vond van ons dat we totaal absurde bedragen op tafel legden, alleen maar om de koopkracht van de gezin, om de koopkracht van de werknemers, indirect te verhogen via een hervorming van het belastingssysteem, beperkte hervorming van het belastingssysteem en het terugdringen van de BTW op energieproducten van 21 naar 6 procent. 4 tot 5 miljard euro. Een paar weken later, zoals Peter heeft gezegd, kwam er op één weekend 11 miljard vrij om een wel bepaalde bank te redden. Dat is meer dan het dubbele van dat astronomische, onrealistische bedrag dat wij op dat moment eisten in een 24-uur-staking. En daarbij komt dan ook inderdaad de notionele interestaftrek die onze minister van Financiën, Didier Reinders, dat is een van de beste vrienden van Albert Freyre. Albert Freyre is wat de rijkste mens van België, maar die relatief toch minder belastingen betaalt dan zijn poetsvrouw. Dit geheel terzijde is effectief waar, maar onze minister van Financiën, Didier Reinders, heeft het eiland Columbus eigenlijk gevonden. Door die notionele interestaftrek in te voeren. België staat daar alleen mee in de wereld. Dat is een uniek systeem waarbij dat je eigen, of dat bedrijven eigen vermogen mogen inbrengen en daarop dan fiscaal worden vrijgesteld. Wat betekent dat er een enorme kapitaalstoevloed is geweest de voorbije maanden en jaren naar België, die nul extra tewerkstellingsplaats, nul extra job heeft opgeleverd, maar die er wel voor gezorgd heeft dat er een hold-up is gepleegd op de overheidsfinanciën, doordat al dat eigen vermogen van buitenlandse bedrijven werd ingeschreven in de vesting van in de boeken van de Belgische vesting, die op die manier dan ook ontsnapte aan enige vorm van belasting. Voilà. Dit bij wijze van inleiding, wat het overige betreft, denk ik dat jou wij ons als ABVV in hoge mate kunnen terugvinden in de analyse die er gemaakt is. Hè. 21 miljard euro die toegeschoven is aan de banken, 25 miljard begrotingstekort die nu moet gevonden worden voor 9 oktober door de Belgische regering. Men heeft dat bedrag al wel teruggedrongen doordat men bij Europa wat respijt kan krijgen in het kader van het stabiliteitspact. Hè. Dus Frankrijk zal ook zijn begrotingstekort niet halen. En een aantal grotere landen ook niet, dus België krijgt daar nog wat respijt voor. Maar in ieder geval die 25 miljard euro, het gat in de begroting blijft boven ons hoofd zweven. Hè. Ik zal u recepten geven die aangereikt worden door rechts, hè, door onder andere Unizo, dat is de middenstandsorganisatie, die pleiten uiteraard voor langer werken,
door afschaffing van het brugpensioen. Brugpensioen is bij ons een systeem dat nog altijd, gelukkig nog altijd bestaat en mensen de kans geeft om voor 60, tussen 56 jaar en 60 jaar vervroegd uit te treden uit de arbeidsmarkt in een soort van pensionering te gaan. Op 60 heb je het wettelijke pensioen voor mensen die minimum 33 jaar gewerkt hebben en op 65 is het helemaal afgelopen. Je mag natuurlijk altijd blijven werken, maar op 65 heeft iedereen recht in België op pensioen. AOW? Ja, AOW. Ja. Dus dat betekent dat ook Unizo daar opnieuw dat brugpensioen, dus het vervroegd uittreden, zeg maar, iets dat bij jullie al niet meer bestaat, maar dat opnieuw ter discussie wordt gesteld. Dat de Vereniging van Belgische Ondernemingen, zeg maar, de patroonsorganisatie van de grote bedrijven, een besparing eist van 5 miljard op het overheidsapparaat. Dat is een klassieker, hè, dat wanneer de besparingen moeten gerealiseerd worden, dat men die gaat zoeken vanuit rechtse hoek in het overheidsapparaat. Ons standpunt daarin is dat openbare dienstverlening, openbare nutsvoorzieningen voor werknemers een soort van uitgesteld loon zijn. Wij betalen belastingen om goede diensten daarvoor in ruil te krijgen. Besparingen op het overheidsapparaat zijn voor ons dan ook uit een boze. Uiteraard pleiten de werkgevers naast een aantal besparingen alweer voor ook een aantal vrijstellingen, een aantal fiscale aftrekken die zij kunnen realiseren, verlaging van de BTW op horeca, een nieuwe investeringsaftrek waarbij investeringen voor 100% worden afgetrokken, om op die manier de crisis te lijf te gaan natuurlijk en investeringen in België opnieuw te doen aantrekken. Ook een herziening van de uitgavennorm in de gezondheidszorgen staat op het programma voor de werkgevers. En het stopzetten van de koppeling van de welvaartsvastheid van sociale uitkeringen. Het is een uniek systeem dat ik toch wel even wil uitleggen. We hebben sinds een jaar of zes opnieuw een koppeling tussen de groei van de welvaart in België en de sociale uitkeringen. We hadden dat eigenlijk tot de jaren 80, waarbij de sociale uitkeringen, pensioen, ziekteuitkering, werkloosheidsuitkering, automatisch werd gekoppeld bovenop de indexverhogingen aan de welvaartsvastheid. Dat betekent als de lonen in ons land stegen, dan werden ook de sociale uitkeringen met een bepaald percentage gekoppeld. Om de Maastrichtnorm te halen in begin jaren 90, heeft men dat afgeschaft, heeft men die band losgelaten en we zijn er als Belgische vakbonden in geslaagd om die opnieuw te installeren, die band tussen, dus het verband, de relatie tussen de welvaartsopbouw, de welvaartsstijging en de sociale uitkeringen sinds 1996-1997. Dat is gepaard gegaan met een strijd. We hebben daar ook een aantal toegevingen moeten doen. Maar sinds een jaar of 10 ongeveer is die opnieuw van kracht, sinds 6 jaar op volle snelheid. Nu wil men die opnieuw stopzetten, uiteraard, om deze besparingsronde te gaan financieren. Er is ook al verwezen naar die pensioenconferentie die in ons land plaatsvindt. En waar het uiteraard dan naar het goede voorbeeld van de ons omringende landen waarschijnlijk de zaak zal zijn om de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken. Goed, ik denk dat ook wij binnen de progressieve vakbeweging misschien gedacht hebben samen met jullie dat deze crisis een soort van kantelmoment had moeten worden, een soort van algemeen bewustzijn had moeten creëren toch bij de brede bevolking dat dit kapitalistische groeimodel, wat eigenlijk een sociaal afbraakmodel is gebleken, op Europees vlak georganiseerd inderdaad via de richtsnoeren van Lissabon, dat deze een soort van Europees of toch een soort van bewustzijn met zich mee zouden brengen, waarbij mensen inderdaad zouden inzien dat dit groeimodel eigenlijk een afbraakmodel is. Uiteraard politici van de gevestigde partijen in ons land hebben dat niet ingezien. Een aantal recente feiten doen zelfs vrezen dat we teruggaan naar de dagelijkse gang van zaken. Business as usual, we hebben een crisisje gehad, we hebben het overleefd, iedereen gaat moeten inspanningen doen, maar we gaan gewoon terug naar de orde van de dag. Hè. BNP Paribas, hetgeen dat op overschiet in België van Fortis, dat jullie dan terug zijn komen halen.